De verkiezingsbelofte was nieuw beleid, want King Kyoko was zitting. En dan ja, denk ik dat je op een gegeven moment toch heel prudent beleid moet doorvoeren. En gewoon zeggen van, hey, tot hier en niet verder. Dit is het model, dit is de criteria, daarmee gaan we werken, want we moeten het land vooruitbrengen. En dat gevoeligheid. Ja. Ik denk dat het echt tijd wordt dat we ook gaan kijken naar... Die eisen, de regelgeving, politiehandvest, dateert uit zoveel jaren geleden. En dat er een beetje vernieuwing komt daarin ook. Ja, dat er ook daar een beetje vernieuwing in komt. Want een heleboel wetten, regels van ons zijn heel erg verouderd. Ik kijk bijvoorbeeld laatst naar... Ik wil het bijna niet zeggen, maar als je kijkt naar boetes die worden gegeven, bijvoorbeeld voor geluidsoverlast. Iemand die heel luid muziek speelt opeens binnen een woongebied, zonder daarvoor toestemming te hebben. Als de politie daar gaat en een boete wilt geven, is het maar 25 SRD cent, de boete. Dus heel veel zaken moeten opnieuw bekeken worden. Nieuwe regels moeten komen, ook hierbij nieuwe eisen. Dus dat moet goed geregeld worden, zodat je niet zoveel ruis hebt, om het zo te zeggen. In principe kan je die boete met een snoepje voldoen. Precies. Maar... Ja? Soms wil de politie niet eens uitreden, omdat ze ook die tools niet hebben om op te treden. Maar Kishan, naar zeggen van de heer Hellings, voorzitter van de politiebond, hij zegt de regels zijn al lang verouderd. En begrijpelijk. Maar is het normaal dat niet alleen het korps, maar any other overheidsinstantie gewoon bij machten is om dat eigendunkelijk de regels te veranderen naar wat nee, zij nee. Nee, sowieso niet. Dus dat de president is heel duidelijk geweest wat dat betreft. En daarom zeg ik, er moet een oplossing komen in deze zaak. En ik denk wel dat het komt. Binnen die 2 weken. Oké, ik zie hier een vraag vanuit het publiek, om het zo te zeggen. Ze zegt, Sandra Nipt, ik zit met de vraag, misschien kan iemand dat uitleggen. Waarom gaan al die mensen die ontevreden per se naar de VP en niet naar de president? Er kunnen verschillende redenen zijn, maar een van de redenen is... De mensen waren, in dit geval waren ze ontevreden over de minister en de vicepresident is voorzitter van RVM. Dus dan ga je eerst bij de VP en als dat niet lukt, dan ga je naar de president. Ik vind het juist goed, je hoeft niet voor alle dingen naar de president te stappen. Daarvoor is er ook een vicepresident. Zo zie ik het. Hè? Maar... Kishan, je begrijpt wel met deze hele tory van die selectie- en wervingprocedure, de Surinaamse burgers zich niet zo veilig meer voelen. Hè? En ik bedoel, men is al bang voor criminaliteit en nu vanuit het korps ook nog met ja. deze setting. Ja, maar juist is dat de bedoeling dat het nu gaat veranderen. En nogmaals, ik ga erop leven, omdat ik zit niet in het beleidsvoering, dus dat moeten we ook even duidelijk stellen. Dus ik kan niet bepalen over het beleid, maar wanneer het om die regels gaat, is het simpel. Er zijn regels, mensen moeten aan bepaalde eisen voldoen. En het is niet zo dat niet iedereen zich niet voldoet aan de eisen, maar een deel. En als een deel zich niet voldoet eraan, dan moet er goed overleg komen. Maar Kishan, om even terug te komen op wat je net zei. Ik heb je net gevraagd, is het toelaatbaar of is het gebruikelijk dat any overheidsinstantie, in dit specifieke geval nu het korps, gewoon eigendunkelijk de regels op een eigen manier toepast, omdat ze vinden dat de wet is verouderd. Je hebt gezegd nee, dat kan niet. Aan de andere kant... zijn we nu toch in de situatie dat de recruiten toch worden toegelaten. Dus als we de hele zaak simpel bekijken, heeft de bond of de afdeling belast met de selectie en werving zich gewoon niet gehouden aan de regels, maar eigen regels gemaakt. Waarbij vervolgens de regering toch
staat achter dit besluit, dan hebben we eigenlijk toch die regels nodig, als de regels er toch al zijn? Ja, ik snap welke richting je op wil gaan, maar toch is het niet zo. Hoe moet ik het uitleggen? Kijk, zoals ik zei het in het begin al, die recruiters, zij hebben een traject afgelegd, toch? En we weten nu niet of zij weten dat het traject, of dat datgene voor het traject fout was. Dat is een beetje moeilijk te beslissen, te bepalen. Maar ze hebben een heel traject afgelegd. Ik neem aan dat ze geslaagd zijn voor de examens. Als je niet geslaagd wordt, word je niet beëdigd of bevorderd of zo. Maar ik neem aan dat ze geslaagd zijn, et cetera. Dus dat is hun standpunt van we hebben een traject afgelegd. En einde van het traject wil zeggen, we moeten als agent worden beëdigd. Snap je? Dus dat is hun standpunt. En aan de andere kant zegt de president ook van nee, er zijn mensen daarin die niet voldoen aan de criteria. Dus het is wat je nu wilt gaan doen. Daarom zeg ik 2 weken hebben we om een oplossing te brengen hierin. Maar dan moeten de mensen die deze mensen door de selectie- en wervingprocedure hebben toegelaten dan niet verantwoordelijk gesteld worden? Wat ik nu merk, is dat heen en weer geschoven wordt. Dat de ene zegt die heeft geselecteerd, die andere zegt die andere heeft geselecteerd. Dus waarschijnlijk moet dat ook onderzocht worden. Wie heeft geselecteerd en hoe is het zo ver gekomen? Dus ik hoop dat ze dat gewoon snel doen, zodat wij inderdaad als gemeenschap geen dupe worden van mensen die niet gekwalificeerd zijn. Maar aan de andere kant hebben ze die opleiding wel gedaan. Al het onderzoeken kost ook geld, toch, meneer Ramsuko? Ja, klopt. Maar er is al een commissie die dat waarschijnlijk doet. Maar Kishan, hoe weten wij dat ze echt geslaagd zijn als nu blijkt dat mensen die niet voldeden aan de selectievoorwaarden toch ook toegelaten zijn geworden? Dat is een moeilijke vraag. Hoe weet ik dat jij geslaagd bent van school? Weet je, Nee. Nee, ik bedoel in deze specifieke case, want als mensen die niet voldeden aan de standaardvoorwaarden nu ook geslaagd zijn, dat wil zeggen, kijk, je hebt 2 fases. Je hebt een stoppunt, toch? Je hebt iemand die dat beoordeelt. Je mag door, nu ga je opleiding doen, je bent geslaagd. Maar als je nu bij de eerste stop zegt, jij houdt je niet aan de regels, hij zegt je mag door, en nu slaagt dezelfde persoon weer, hoe weten wij nu of de persoon daadwerkelijk is geslaagd? Zo, ik denk dat dat weer een andere, dat ze onafhankelijk van elkaar moeten zijn. Maar dat moet anders. Ik heb daar ook geen antwoord. Het is een beetje een vervelende vraag. Weet je, misschien heb jij op school af en toe naar je buurman kijken en ben je zo geslaagd, maar het is ook nooit bewezen. Dus misschien had mijn leerkracht geld van me ontvangen of misschien had ik een deal met mijn leerkrachten. Dat zou ook kunnen, maar dat moet ook onderzocht worden. Ik weet niet of dat onderzocht is. Ja. Het ging om de selectie.